De PVV maakt zich zorgen over veiligheid in verschillende wijken. Afgelopen vrijdag nog werd een jongen bij de Oosterhamriklaan mishandeld door meerdere jongeren. Volgens de partij komen dit soort incidenten vaker voor, vooral bij de jeugd die 's avonds na het uitgaan naar huis fietst. Volgens de fractie is het nu genoeg. Daarom hebben ze vragen gesteld aan de gemeente over de maatregelen die ze gaan nemen. Veiligheid is voor ons heel belangrijk en uh, ja, dat vinden wij een prioriteit waar een college zou moeten stellen. Uh, we hebben wel eens het, het gevoel dat, uh, dat de prioriteiten uh, elders liggen, maar de, de PVV vindt belangrijk, dat uh, de burgers in deze stad zich veilig kunnen voelen. En, en uh, dat moet ook duidelijk op straat te zien zijn. En nu komt het nog veel te vaak voor dat er allerlei uh, geweldsincidenten zijn. Ja, die moeten, uh, die moeten uitgebannen worden. In de Korenwegwijk, waar ook de mishandeling afgelopen vrijdag plaatsvond, gebeurt het vaker. Waarom noemt u nou specifiek dit incident? Nou, omdat hier ook al in de Korenwegwijk uh, in 2017 meen ik een jongen beschoten is. En die voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Ja, dat is natuurlijk uh, onverteerbaar. En uh, wat je als college ook moet doen, is dat je er alles aan moet doen om dit te voorkomen, dat zulke zaken weer gebeuren. En het, uh, ja, ik heb toch de indruk dat het uh, in verschillende wijken zelfs uh, escaleert en dat het structureel begint te worden. Maar daar zit geen verband in, lijkt me. Nee, dat, dat denk ik ook niet. Uh, maar het is wel een opeenstapeling van, uh, van gewelddadige incidenten. En daar moet je ook heel snel bij zijn en dan moet je ook maatregelen treffen dat, en in kaart brengen. Wat er nou precies aan problematiek in die wijken, waardoor het geweld mogelijk is. Dan moet je wel in kaart hebben en daar moet je ook adequaat op reageren met, met goede maatregelen. Volgens de PVV moet er meer politie op straat komen. Sowieso moet, moet politie uh, duidelijk aanwezig zijn en ook uh, ja, mandaat hebben om, om daar tegenop te treden. En, uh, ja, je ziet ook onder bezetting bij politie en zo. Dus ja, de PVV vindt sowieso dat er goede bezetting in, bij de politie moet zijn. En dat uh, ja, minder achter het bureau, maar meer in de wijken. Dat vinden wij wel, ja.